Yo guys, like deze video. Like deze video. Alsjeblieft. Oké, snel, snel, snel. Daar ben je, daar ben je, daar ben je, daar ben je. Kom hier, kom hier, kom hier. Yes, 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 yes. Zij was voor de opname mij de hele tijd aan het lastigvallen. Ze was hier en gewoon de hele tijd was ze op mij aan het vuren. En ik was mijn opname nog aan het klaarzetten. Welkom terug bij een nieuwe Mad City. Like deze video binnen 3 seconden als jij ook een superheld wilt zijn. We gaan er weer een leuke video van maken. Oh, ik was iets te snel, jongens. We pakken de RPG erbij en we gaan naar beneden. Oh ja, eerst trouwens wil ik even kijken, want mensen hebben namelijk in de comments laten weten dat ik wel degelijk een jetpack zou moeten kunnen kopen. Maar dat het op speciale plekken kan, waaronder op de luchthaven, die dus nieuw zou moeten zijn. Maar goed, dat komt later wel. Ik heb dus hier wel een shop, zeg maar, waar ik van alles kan kopen. Of nee, dat moet ik unlocken. En dan zou ik van alles kunnen kopen op de plek waar ik ben. No matter waar ik ben. Dus al zou ik dan buiten zijn, dan zou ik alsnog iets kunnen kopen. Maar wat wij gaan doen, is wij gaan heel snel naar de juwelier. Want die wordt namelijk momenteel overvallen. Zoals jullie kunnen zien, het icoontje knippert op de radar in de map. Dus daar gaan we naartoe. En we gaan eens even kijken of wij deze aflevering weer een aantal criminelen kunnen inrekenen. Er zitten namelijk maar 3 criminelen in de gevangenis. En de rest is allemaal op vrije voet. En dat is dus ook een heus moment voor je boy Dutchtuber om in te grijpen. Kijk, daar ga je. Daar rijdt er al een. Als ik gewoon heel snel ren, kan ik over water heen rennen, omdat ik zo snel ben. Kijk, op die motor. Kijk. Zien jullie hem? Kijk, let op. Ja, kijk, hij gaat deze kant op. Ze gaat deze kant op. Oké, nu heb ik haar. Ik kan nog niet schieten, want dan gaat ze gelijk wegkomen, want ze is een stukje sneller met die motor, denk ik. Kijk, let op. Oh, hier zit er ook een in. Ja, hier zit er ook een in. Let's go. Oh, come on. Snel! Oh, jongens! Jongens, ik moet haar hebben! Waar is ze? Oh, ze is daar! Ga ik het doen? Ik ga puur voor haar. Ik ga gewoon... Kom op, focus, Job. Focus. Op een gegeven moment gaat ze vast komen te zitten. Ah, dat gebeurt nu al. Ze zit vast. Ja, nice! Snel! Oh jongens, ze is zo snel. Dat is een beetje het nadeel. Zeg maar, ik ben nu die hele snelle superheld. En ik ben dus eigenlijk ook wel snel. Oké, wacht, ik ga gewoon moeten. Oké, wacht even. Rustig. Heeft ze deze afslag genomen. Daar is ook een crimineel. Welke gaan we pakken? Deze kunnen we ook pakken. Oh, ze zijn allemaal zo snel, jongens. Oké, ze zijn allemaal echt super snel. Alleen deze hier. Ja, deze is afgestapt. Dat is een dom idee, man, bro. Deze hier is afgestapt. Dat is een dom idee, man, bro. Snel. Ah ja, lekker! Yes! Ik heb hem! 375. Hier is er nog één. Rustig. Ah, come on! Yes, ik heb hem! Nice, ik heb er nog één. Is dat alles? Wat leuk is, we kunnen ook gewoon die motor pakken. Of nee, deze moeten we nog kopen. Deze is niet te koop. Oké, dat komt natuurlijk omdat hij van die crimineel is. Het zou best wel grappig zijn als je dan zeg maar ook de voertuigen zou kunnen pakken van die criminelen die je inrekent. Oh! De bank wordt overvallen. Dat is gewoon alsof je een onverwachte wiskundetoets krijgt. Oh nee, je krijgt geen onverwachte wiskundetoets. Maar dit is toch een stukje erger. Oké, kijk uit voor de lasers, hè, Job. Dat is wat we hebben geleerd. Oké, snel. Oké, snel. We gaan naar binnen. Ja, jij met de pineut, vriend. Nee. Jij gaat het niet doen. Snel. Oh nee. Oh nee, ik had een kill. Maar ik ben... Hij had een jetpack. Ik zag het. Hij had een jetpack, die gozer. Oké, snel. We gaan weer voor de snelle rakker, des snelle rakkers. We gaan naar de overkant. We pakken de RPG erbij. We gaan naar boven toe. En we gaan heel snel naar de bank. We hebben in ieder geval al een aantal criminelen ingerekend deze video. Wat je natuurlijk moet onthouden is dat criminelen, nadat ze een bankoverval hebben gepleegd in het spel, direct naar hun uitvalbasis gaan. Dat is de basis waar ze hun buit kunnen klasseren, waar ze hun buit kunnen opslaan en waar ze eigenlijk veilig en onschendbaar zijn als je denkt aan de superhelden. Dat is de enige plek waar ze niet gepakt kunnen worden. Dus op basis daarvan weten we eigenlijk wel zo'n beetje waar we naartoe moeten. Dus ik... Oh, daar rijdt er een. Daar rijdt al een crimineel. Dat is zeg maar bij die hijskraan is dat. Die uitvalbasis. Ze zijn snel, hè, met die motors, jongens. Die boeven. Ze zijn echt heel snel. Maar de bankoverval is nog gaande. Misschien als ik snel genoeg ben, dat ik zelfs nog naar binnen kan om ze letterlijk in de kluis op heterdaad te betrappen. Dat is eigenlijk mijn doel vandaag. Om iemand heterdaad te kunnen betrappen op criminele activiteiten. Zoals je in Nederland iemand ook direct kunt, bijna direct kunt berechtigen, zoals ze dat noemen. Ja, oh, oké, wacht.
Oh nee, dit zijn allemaal superhelden. Omdat ze mij hebben gekild. Oké, rustig. Er is er vast nog wel één hier. Oh nee, ik word aangevallen. Snel. Ja, rustig. Nee, vriend. Ja, nice! Oh nee, jongens. Oh nee, ik heb wel damage gedaan, maar niet genoeg. Oké, het enige wat ik maar nu kan bedenken is letterlijk zo snel als het maar kan naar hun uitvalbasis gaan. Want ze hebben dus nu allemaal de buit. Want de bank is namelijk momenteel weer gesloten. Dat betekent dat ze dus niks meer kunnen overvallen. En dat is voor hun het moment, hè, voor de boeven, om naar hun uitvalbasis te gaan. En daar ben ik om op ze te wachten. Let's go. Dit is sowieso wel mijn favoriete superheld. Ik ben zelf in het echte leven ook op zich best wel snel. Als ik bang ben. En als de wiskundeleraar achter mij aan zit. Of als Soraya met mijn Ben & Jerry's ijs de woonkamer inrent. En het is eigenlijk mijn ijs. Dan moet ik het terugpakken. En dan ben ik heel erg snel. Dus vandaar dat ik dit karakter wel met mij vind matchen. Oké. Gefocust, Job. Kom op. Oh, daar is er eentje. En die kan ik dus gewoon letterlijk niet pakken. Tenminste. Nee, hij vliegt. Ja, ik kan wel proberen op hem te schieten. Maar de kans dat ik hem raak is echt veel te klein. Nee, ik moet echt gewoon... Ik ga gewoon naar de uitvalbasis toe. Oh, het is zo naar om te zien dat er gewoon criminelen zijn. Met de krachten van een superheld. Het is gewoon gevaarlijk ook. Geen stress. Of ja, eigenlijk heel veel stress. Ik zeg wel geen stress, maar... Eigenlijk is het een major issue gewoon. Wat gebeurt er? Waarom ben ik hier? Wat? Ik spande in één keer weer hier. Waarom? Wat gebeurde er? Zagen jullie dat, jongens? Ik spande in één keer weer op een plek waar ik in eerste instantie helemaal niet stond. Is niet erg. Oké, even kijken. De juwelier wordt niet overvallen. De bank wordt niet overvallen. Maar er zijn wel circa 20 criminelen op vrije voet, oké? Dat is een probleem. Dat is echt een serieus probleem. Misschien dat ik deze video nog wel even één keer een boefje wil spelen. Want het blijft natuurlijk... Oeh, kijk. Daar is er één. Ja, daar is er één. Snel, Job. Snel. Ja, nice. Snel, nog een keer. Doei. 2-1. 2-1. Nice, ik moet wel wegkomen nu. Ik ben langzamer aan het worden, want ik ben geraakt. Oh, ik heb er wel 2-1 gepakt. Oh, er is er daar nog één. Snel. Ben ik sneller of is hij sneller? Oh, hij is iets sneller. Ik had bijna een triple kill. Maar ik weet wel waar die is. Als ik heel snel ben, kan ik hem misschien nog pakken. Jongens, dat is onze missie, hè. We laten ons niet in de maling nemen. Team de Tuber laat zich niet in de maling nemen door niemand. Dus we gaan snel naar beneden. En ik weet waar ik hem kan vinden. Hij is er waarschijnlijk nog steeds. Er zijn redelijk wat helden op dit moment. Maar er lijken meer criminelen te... Oké, dat is een goeie, Rick. Soms zie je iemand staan en dan is het nog maar de grote vraag of die de goede of de slechte intenties heeft, right? Dus dan twijfel je en dan raak je een beetje in paniek. In ieder geval, ik ga de volgende video sowieso een jetpack krijgen. Maar ik wou deze video, net zoals de voorgaande video, puur gefocust zijn op het verzamelen van geld. En dat eigenlijk met gewoon goede dingen te doen. Door goede dingen te doen. Wat gebeurt daar met een speler? Gaat alle kanten op. Oh ja, jij bent de pineut, vriend. Hij wist dit niet. Hij wist niet dat er iemand op hem zou wachten hier zo. Hij wist dat niet. Doei, vriend. Adios. Nee, jij bent echt de pineut. Hij is echt de pineut, jongens. Doei. Yes, we hebben hem. Hij was 175 waard. Dat is niet zoveel. Maar het is natuurlijk wel weer iets. Oké, is er misschien een juwelier open? Nee. De bank is ook gesloten. Kijk, zeg maar, je weet waar je de criminelen kunt vinden wanneer de bank en de juwelier open zijn. Bij de bank en de juwelier. Maar tot die tijd is het altijd een beetje een... Uh-oh. Hier komen. Oh, hier zit er eentje in de auto. Ik moet hem hebben. Snel. Heb ik hem? Ja, ik heb hem. Nice. Ik word zelf ook aangevallen. Ah, jammer jongens. Het is zo dat ik elke keer een epische kill maak. En dan ben ik op een killing spree. Maar dan is het probleem dat ik zelf word ingemaakt. Er is trouwens één crimineel die niemand nog heeft kunnen pakken. En dat is die Darken. En ik denk... Ik denk dat hij ergens verstopt zit op een plek waar ik hem of haar niet ga vinden. Dus dat is een beetje de issue. Ja, de RPG trouwens. Hey. Voor de mensen die het in de comments hebben laten weten. Ik speel er inderdaad heel erg veel mee. Want het is by far mijn favoriete wapen gewoon. Oké. Ja, let's get it man. We gaan ervoor. Maar wat nou als ik bijvoorbeeld dit koop, die shop? Ik ga het gewoon eens ontgrendelen. Want heel veel mensen zeiden tegen mij dat het zeker waard was om te doen. Dus ik ga het gewoon eens proberen. Dan heb ik... Oké. Wacht. Oh, wacht even. Customize. Bro. Oh my gosh. Ruby is heel duur. Diamond is het duurst. Ik ga voor diamond sparen. Oh nee, lava.
Bye. Oh, ik heb nu een lava RPG. Ik heb nu een lava RPG. Kijk dan. Dat is zo epic. Oh, sorry buurman. Hé, hey, wacht even. Oké, okay. Sorry buurman. Ja, soms schrik ik gewoon. Soms denk ik, hé, nee, dat is een crimineel. En dan is het geen crimineel. Dan heb ik hem eigenlijk beschuldigd van iets wat hij niet is. En dat is niet aardig. En dat moet je ook nooit doen. Je moet geen vooroordelen proberen te hebben. Je moet een boek niet beoordelen op zijn kaft, maar wel op zijn inhoud. Hé, hey, jij daar. Hoe is die met jou? Hoe is die met jou? Ga de auto maar niet in, want je bent daar pineut. Hopsakeetje. 225. Ja, dat zijn natuurlijk wel mooie bedragen, maar het kan dus echt stukken beter dan dat. Want je weet dat er criminelen zijn die echt veel meer waard zijn dan dat. Ik zie daar een loot crate naar beneden vallen. Heb ik daar iets aan? Mensen zeiden in de comments van wel. Mensen zeiden, Job, je moet loot crates pakken. Want als je die pakt, dan kun je er leuke dingen uitkrijgen. Oh ja, by the way, ik doe een winactie binnenkort op Instagram. Als jij Mad City leuk vindt en je bent een van mijn Roblox-kijkers, volg me dan nu op Instagram. Want dan ben je namelijk geen normale baas, maar echt een opperbaas. Dan ben je gewoon een Insta-baas, oké? Okay? Dus volg me even, DutchTuber met 2 R'en. Linkje bovenaan in de beschrijving. Ik post mooie foto's met mijn tepels. Nee, dat niet. Oké, eigenlijk wel. Ze zitten wel op mijn lichaam, maar ze zijn niet te zien. Of soms ook wel. Ik weet niet hoe ik dit moet uitleggen. Volg me gewoon op Insta, oké? Lijkt mij een goed plan. Goede deal. Dan mag jij binnenkort een keer... Oh, hé, wacht even. Wacht even. Wat? Oh, 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 oh. Ja. Oké, de bank is open, de bank is open, de bank is open. Snel, snel, snel. Snel. Ja, ja, ja. 2-1, 2-1, 2-1. Ja, jou heb ik. Jou heb ik. En nu jij nog. En nu jij nog. En nu jij nog. Nee, oké, die is weg, die is weg. Maar ik heb er wel één, ik heb er wel één. En, oh, wacht even. Wacht even, er is hier weer een superheld. Oké, die moet ik echt proberen te vermijden. Ik ga gewoon naar binnen in de bank. Maar hoe kan dat nou? De bank is niet eens open. Ja, maar ik kan die gozer in de lucht kan ik niet pakken. Ik kan letterlijk die gozer in de lucht kan ik niet pakken, jongens. Dat is de issue. Want hij vliegt en ik kan dat niet. Ah, ik ga gekild worden. Ik ga overduidelijk gekild worden. Oké, okay, dit is misschien ook wel leuk om een keer te proberen. Kan ik wegkomen? Nee, ik kan overduidelijk niet wegkomen. Weet je wat? Ik weet het goed gemaakt. Misschien? Dat heb ik nog helemaal niet geprobeerd trouwens. Om een vliegende crimineel... Of een vliegende crimineel. Om een vliegende superheld te zijn. Met een RPG. Dat heb ik legit nog helemaal niet geprobeerd. Zo. Oh, jongens. Oh, jongens. Oké, okay, daar gaan we. Maar kan ik wel vliegen met een RPG? Ah, nee, dat kan niet. Oké. Okay. Hé, hey, wat? Oh. Ik dacht heel even dat ik aangevallen werd, maar gelukkig was dat niet aan de hand. Niet aan de orde, zeggen ze dan. In ieder geval, mensen hebben mij in de comments laten weten. Job, jij moet een jetpack kopen, want dat ga je echt super gaaf vinden. En dan kun je dus letterlijk met je RPG schieten en met de jetpack vliegen tegelijkertijd. Dat klonk mij als muziek in mijn oren. Klassieke muziek, om precies te zijn. Het klonk heel goed namelijk. Oh, ik dacht heel even dat ik iemand zag. Nee. Dus misschien dat we dat gaan proberen. Ik weet alleen niet precies waar dat kan. Dus dat zullen we nog even moeten ondervinden. Maar voor nu wil ik eigenlijk eerst even kijken of ik toch nog een aantal... mensen kan inrekenen. Is dat iemand? Nee, dat is een random motor die daar stilstaat. Kan deze gozer eigenlijk tegen water of niet? Oké, dat is eigenlijk best wel apart. Zeg maar, hij staat in de brand, deze superheld. Maar hij kan wel tegen water. Dat is vrij vreemd als je het mij vraagt. Oké, de bank is open, jongens. Ik heb een idee. We gaan naar de bank toe. En zoals ik al zei, mijn doel voor deze video is om een crimineel op heterdaad te betrappen. Dus ik wil hem zien inbreken. Ik wil hem zien inbreken en ik wil hem tegenhouden. Dat is echt mijn hoofddoel, zeg maar. Kijk, nu krijgen we het. Oh, hij heeft weer een gun. Natuurlijk heeft hij weer een gun. Natuurlijk heeft hij weer een gun. Ik ben weer gekilled. Jongens. Wacht, hij vloog met een gun? Hoe deed hij dat? Dat komt toch niet? Volgens velen. Dat is gewoon echt de meest... Dat is gewoon de biggest issue. Dat ze gewoon kunnen vliegen met een gun. Maakt niet uit. We pakken de RPG. We gaan weer weg van hier. En we gaan gewoon eens even kijken wat we dan wel voor elkaar kunnen krijgen. Er moet toch een manier zijn. Like, het wordt nu overvallen. Ik weet dat er dus nu van die vliegende gozers bij zijn. Maar het voordeel is, in de bank kunnen ze niet zo hoog vliegen. Want het is daar vrij laag allemaal. En er zijn daar lasers. Dus ik wacht eens even. Er is ook een ventilatieschacht die opengebroken kan worden als vluchtroute. Dus als ik nou klaarsta om de vluchtroute te belemmeren, dan kunnen ze zometeen geen kant meer op. Dat is nog best wel een verstandig idee. Denk ik. Weet ik niet zeker, maar denk ik wel. Dus dat is eigenlijk even iets wat ik nu zou willen gaan proberen. Oké, rustig jongens. Weet je wat wij doen? Wij springen hier gewoon even op. Let's go. Wij gaan richting de bank. En dat is hier tussendoor sneller, lijkt mij. Ja, we zijn er. Oké, daar is alweer een crimineel, jongens. Oké, voordat hij uitstapt ga ik hem pakken. Letterlijk. Nice. Kom op. Kom op. Oh, waarom? Er is daar een gozer en hij...
Oké, wacht. Welke zou daar het beste voor zijn? Om die gozer in het specifiek te pakken. Nee, deze is te lang. Als ik nou een gun... Kan ik niet... Wacht even. Kan ik nou vliegen en schieten tegelijk? Ja of nee? Het lijkt niet te kunnen. Het kan niet. Weet je wat? Ja, we gaan het gewoon proberen. We gaan gewoon proberen om die vliegende guy die de hele tijd met mij bezig is, om hem te pakken. Want ik word er echt gek van. Of nee, weet je wat? Ik heb een leuker idee. Ik heb een veel leuker idee. We gaan even wisselen van team. We gaan even naar een prisoner. Want ik wil namelijk even de juwelier overvallen. Die is net open. Dus als we snel zijn, krijgen we dat nog voor elkaar. Hij, zeg maar, hij wordt nog niet overvallen, namelijk de juwelier. Dus als we snel zijn, lukt dat op zich nog. Alleen dan moet ik wel eerst even hieruit zien te komen. Nice, perfect. Oké, eerst even deze doos. Zit er iets in waarmee wij kunnen ontsnappen? Want ik wil gewoon proberen zoveel mogelijk geld te verdienen. Er zit niks in. Oké, waarschijnlijk gaat het ons niet lukken. Weet je wat ik nu echt wil doen? Ik wil nu proberen een superheld te killen als crimineel zijn. Dat is echt even mijn... Ja, dat wil ik echt doen. Want dan kan ik dus een supercrimineel zijn eigenlijk. Dan kan ik dus letterlijk een supercrimineel zijn. Want tot nu toe ben ik al... Oh, jij geluiperd! Jij geluiperd! Ja, ja, ja. Oh, dit is een nieuwe... Dit is echt een nieuwe vluchtroute voor mij, hè? Let's go. Oké. Oké, snel. Snel, 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 snel. Oké, de juwelier is nog open. Als ik snel ben, dan krijg ik het voor elkaar. Plane. Nice. Stap in. Stap in, Job. Ja, hey. Zet hem aan. En vliegen met die hap. Vliegen met die hap. Oké, op naar de juwelier. Hij wordt namelijk nu nog niet overvallen. Oké. Nee, wat ik dus zei is... Tot nu toe ben ik vaak aangevallen en ook vaak gekild van het leven beroofd in Roblox. Voor alle ouders die meekijken. Het is een kindvriendelijk spel. Maak je geen zorgen. Door criminelen die tegelijkertijd een superheld waren. Hoe doen ze dat? Nou, een crimineel kilt een superheld en die krijgt de krachten van de superheld. Dat is een beetje waar het op neerkomt. Overigens wil ik ook graag nog een helikopter proberen te krijgen. Dat is wel even een soort van doel van mij. Oké, er is niemand bij de juwelier. Iedereen is denk ik net bezig geweest bij de bank. Dus als ik heel snel ben... Ja, en die jetpack, hè, jongens, moet ik echt zien te krijgen. Maar ik weet nog steeds niet hoe ik daar aankom. Maar jullie hebben mij wel in de comments laten weten dat het kan. Oké, snel. Ik stap uit. Hopsakeetje. Wacht even, als ik nu gewoon de shop erbij pak. Hoe kom ik nu aan mijn gun? Hopsakee, ik ben er. Nice. Kan ik naar binnen nu? Hoe werkt dit ook alweer? Ik kan niet naar binnen. Hoe kan ik hier ook weer naar binnen? Ik weet het niet eens. Ik weet legit niet eens hoe je naar binnen kan hier. Of je daar een wapen voor nodig hebt of wat dan ook. Maar hij is wel open. Oh, er is hier al iemand. Hij is al open inderdaad. Via de bovenkant was hij open. Oké. Rustig, 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 rustig. Snel. Oké. Snel, snel, snel. Maak het kapot, Job. Maak het kapot, Job. Neem de diamanten mee. Waar is de grote diamant? Daar is de grote diamant. Die wil ik hebben. Letterlijk. Dat is de enige die ik wil hebben. Oké, rustig. Snel. Ja. Ja, yes, yes, de allereerste keer dat ik de grote diamant pak. Oeh, nice, oké, rustig en weer terug. En weer terug. Oké, kalm, niks aan het handje, niks aan het handje, niks aan het handje. Spring, spring en deze wil ik hebben. Kan ik deze ook meenemen? Ja, ik heb ze, nice. En deze wil ik meenemen. Ja, ik heb ze, nice, dat is al de eerste 1000 in de pocket. Yes, yes, yes. Dat is 1500 en ik moet proberen weg te komen nu zo snel mogelijk. Letterlijk, ik moet nu proberen weg te komen. Ik heb sowieso al een instant 500 gekregen door die grote diamant, dus dat scheelt. Wat is eigenlijk het maximale wat je kunt stelen? Oh, dat is meer dan 3000 zelfs. Heb ik nu alles? Nee, er is nog heel veel meer te halen. Hey, yo, er is echt superveel te halen voor mij, man. Ik heb al 4000. Als ik nu wegkom, hè, dan ben ik echt gewoon rijk. Hey, luister. Yo, hey, wacht even, grap. Ik heb nu al echt heel veel, hè. Oh, 5000 is wel het maximale. Ja, 5000 is het maximale. Oké, weg hier. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Snel, hoe kom ik hier weg? Oh, dat is de verkeerde kant. Ze wachten waarschijnlijk op mij, want er is nu een melding gekomen bij alle superhelden dat de boel is overvallen. Oké, snel. Uh-oh. Oh ja, dan krijg je dit nog. Ja, inderdaad. Snel, 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 snel. Spring, spring. Oh, en buk. En spring, en spring, en spring, en spring. Oh, jongens, ik doe het gewoon. Ik ben gewoon aan het ontsnappen en het is me gelukt. 5000 is trouwens echt heel veel. Als je dat 4 keer doet, heb je dus gewoon bijvoorbeeld een auto of iets anders. Oké, snel. Snel, map. Spam. Plane. En erin met die hap, erin met die hap. En ik heb het gewoon gehaald. Tenminste, dat zeg ik wel. Maar nu moet ik nog proberen om bij de criminele uitvalbasis te komen. En dat is zeg maar bij dat schip. En ik moet proberen om daar dus ongezien te blijven. Want als een superheld mij daar tegenhoudt, heb ik een probleem. Dus eigenlijk kan ik de Jongens. Het spel heeft mij opgelicht. Het spel heeft mij...
Het spel... Oh, wat erg dit. De overval was geslaagd. De overval was geslaagd. Oké. Het is goed. Het is goed. Wat ben ik nu überhaupt? Ik ben nog wel een criminal. Oké. Weet je wat? Het is niet erg. Ik pak nu gewoon alle wapens die ik kan pakken. En we gaan er gewoon voor. Alright. Ik bedoel, dit is een hele grote fout van mij geweest. Wat? Ja, welke fout? Ik weet eigenlijk niet eens welke fout. Wat is mijn fout geweest? Mijn fout is dat ik gewoon letterlijk in het vliegtuig stapte. Dat had ik waarschijnlijk niet moeten doen. Maakt niet uit. Maakt niet uit. Maakt niet uit. We zijn weer op vrije voet. Nee, ik kan niet meer naar binnen. Helaas. Helaas, pindakaas, jongens en meisjes. Helaas, pindakaas. Nou ja, maakt niet uit. Kan ik deze bike meenemen? Ja, die kan ik meenemen. Dus we kunnen op zich nog wel iets doen. Zullen we dan maar gewoon een missie ervan maken? Een superheld te worden? Een criminele superheld. Dus dan moeten we zo'n gem moeten we proberen te krijgen. Oh, dit is echt heel erg. We kunnen ook proberen dit ding te customizen. Wat ik heb trouwens. Die dirtbike. Dat hebben we ook nog niet gedaan. Momentje trouwens. Klein momentje. Ik kan hier misschien nog wel iets doen. Al is het niet heel erg ludiek. Het is iets, hè. Soms moet je het doen met de kleine dingetjes. Ja, ik kan... Hé! Hey! Oh. Heb ik er? Ja, ik heb er. Nice, ik heb er. Yo! Het is gelukt! Ik ben een criminele superheld nu. Nice. Nice. Dope. Heel dope. Oké. Ik ga mij verstoppen. Nu in ieder geval. En de volgende video wil ik proberen een jetpack te krijgen. En ik wil de geheime airport missie doen. Die er schijnbaar zou moeten zijn. Plus, ik wil de volgende keer mijn allereerste overval doen. Als criminele superheld. Bedankt voor het kijken. Volg mij dus even op Instagram. De link staat bovenaan in de beschrijving. Alleen als je een opperbaas bent. Mijn Instagram is alleen toegestaan voor opperbazen. Bedankt voor het kijken. En ik zeg tot de volgende keer. En adios.